Ruim 100 mensen demonstreerden gisteravond in Lelystad. Onder hen veel ouderen en enkele in een rolstoel die niet blij zijn dat de spoedeisende hulp niet terugkomt. En ik heb er een paar keer mee te maken gehad en daarom wil ik graag dat blijven. Alles, gewoon alles. De zorg, de geboorte van kinderen, alles. Iedereen heeft het nodig. En vooral de ouderen die maken zich zorgen. Berdien Eilander, verloskundige op Urk, merkt in de praktijk dat de spoedeisende hulp en de acute verloskunde hard nodig zijn. Stel je voor dat iemand bevallen is en dat alles goed is gegaan, maar er een bloeding ontstaat. Moet je dan nog 50 tot 80 minuten naar een ziekenhuis? Ja, dan kan de situatie nog enorm verslechteren voor je daadwerkelijk daar bent. En dan wordt er wel gezegd van in die ambulance wordt de eerste hulp verleend. Maar de acute verloskunde is net even wat anders. En vaak heb je daar toch echt een vlotte beschikbaarheid van een OK voor nodig. Die hulp terughalen zou te duur zijn. Althans, dat schrijft zorgverkenner Bas Lering in zijn rapport. Verloskundige Eilander heeft daar geen boodschap aan. Ja, dat zal vast. En het geldstukje, weet je, dat is uiteindelijk niet waar ik mee bezig ben. Ik ben bezig met wat is er nodig om goede zorg te leveren, om te voldoen aan alle standaarden die er zijn. En om te zorgen dat mensen de kwaliteit van zorg krijgen die ook in de rest van het land bestaat. Volgens Henk van Gerven, Tweede Kamerlid van de SP en oud-huisarts, moet de spoedeisende hulp en de actuele verloskunde terugkomen. We hebben nu de verloskundige zojuist gehoord. En die heeft gezegd, ja, eigenlijk zijn er nu al situaties dat we een uur of langer moeten rijden bij een bevalling met spoed. En hij zegt, ja, dat voelt niet goed, want het had dan ook mis kunnen gaan. Aan de andere kant ook. Maar het is niet misgegaan. Nee, maar het gaat dan wel een keer mis. Kijk, het kan 9 keer goed gaan, maar dan gaat het de 10e keer mis. En dat wil je niet meemaken, want een mensenleven is natuurlijk onvervangbaar. We hebben hier een gebied van 185.000 mensen. 2300 bevallingen op jaarbasis. En dan heb je gewoon een volwaardig ziekenhuis achter de hand nodig. Kamerlid van Gerven vindt dat het advies van Lering van de baan moet. Ik wil dat Lering wordt teruggefloten. Kijk, het rapport ligt nu ook in de Tweede Kamer. En we gaan natuurlijk in de Tweede Kamer opnieuw over dat rapport discussiëren. En dan zal ik opnieuw bepleiten dat die acute hulp en de acute verloskunde dat die terugkomt in Lelystad. Omdat anders de kwaliteit van de zorg ondermaats is. En ook de rekening bij de mensen wordt neergelegd. We hebben nu gehoord dat sommige mensen al 1.000 euro per maand aan reiskosten kwijt zijn. Ja, dat is natuurlijk absurd. Ik hoor het van mijn dochter. Die zei, mama, er is bij het provinciehuis wat te doen. En dat gaat over de zorg en toestanden. Ik zeg, ik ben er. Maar toen het ziekenhuis gesloten werd, waren we er ook. En ik vind, we moeten met z'n allen in Lelystad een vuist maken en gaan.